Ja. Kan je een voorbeeld geven van hoe bijvoorbeeld een ander, andere tribe zou omgaan met hiërarchie? Uh, even als, want je zegt dat is een terugkerende vraag inderdaad. Ja. Dat zie je natuurlijk ook in teams. Er wordt gezocht naar een bepaalde structuur. Bij de kinderen al, hè? kinderen zoeken ook altijd naar een volgers, naar spelers, naar initiatiefnemers. Ja. Uh, kunnen we leren van, van zo'n andere omgeving? Ja, absoluut. Ik, ik, vind, ik ben zelf heel erg gefascineerd. Dus ik doe ook wel veel aan bio Dus wat is nou onze natuurlijk als mens? Wat vinden wij nou fijn leiderschap? En um, waar kunnen we variëren? Dus waar kan je verschillende modellen hanteren? En ik vind een heel mooi voorbeeld van, van een heel rolbewust leiderschap. In de Maori in Nieuw-Zeeland, die hebben die prachtige hakka. Ja. Maar ze hebben ook de hongi. De hongi is een ontmoeting waarbij ze twee Maori elkaar tegenkomen. Dan leggen ze hun voorhoofd tegen elkaar aan. Ja, dat heb ik gezien. Ja. En hun neus en hun ja. kin. En daar zit een heel verhaal achter. Dus als ze hun voorhoofd tegen elkaar aanleggen, zeggen ze eigenlijk... ik deel mijn herinneringen en verhalen met je. En als ze hun neus tegen elkaar aanleggen, dan zeggen ze: ik deel mijn levensadem met jou als het nodig is. En als jij stopt met ademen, ademen wij een tijdje samen. En als ze hun kind tegen elkaar aanleggen, dan zeggen ze ik ben jouw medestrijder als het nodig is. Nou dat is een heel liefdevol, aandachtsvol samen model. En tegelijkertijd hebben ze die hakka. En die hakka, dat is, nou die kennen we allemaal ja. van het American Football. Ja. Ja. Dat is een hele imponerende, stoere, heftige, een beetje enge dans. Um, dus ze zeggen tegelijkertijd is het heel erg verbindend en don't fuck with me zo. Ja, ja. Dus het is heel erg balanceren tussen power en love. En heel duidelijk maken wat je op welk moment doet. En ik vind dat een prachtig voorbeeld voor wijs leiderschap. Dat je heel duidelijk laat zien waar je van bent. En ik vind dat we op dit moment in, nou, dat klinkt wel groot, hè, maar in onze samenleving... soms, soms het uh, gevoel van hoe moet het nou met leiderschap, hoe moet het met gezag... Dat we dat wel op veel plekken aan het kwijtraken zijn. En ja. ik denk dat rolbewust leiderschap, dat is iets anders dan dominant leiderschap, ja. maar dat het helpt om weer te kijken ja. hoe zat dat ook weer in elkaar. Zo. Ja. En wij spraken in de voorbereiding ook over een eerdere podcast met Maarten van Buren. Ja. Een filosoof die het over Spinoza heeft gehad en over ja. autonomie. En in de, in de aanloop naar die vraag die ik heb daar toen een clipje over en daar hebben we toen over gecorrespondeerd dat hij zei: ja, ja, "Ja, daar ben ik fan van jou en van Maarten van ja, Buren." Ja, precies. Van dat gehoord. was ja, was ja. Een prachtig. Ja, nou, Maarten stikje. van Buren is fantastisch. Ja, kijk ernaar zo. Ja, kijk nou, je nou, ik zal ook op de website plaatsen. Ja. Ik dacht toen, hij gaat nu zeggen: ...dat een autonoom en zelfstandig individu uh, geen hiërarchie nodig heeft. Omdat hij als een soort tegenrechter... Maar hij zei, nee, een individu kent ook zijn plek in de, in de structuur. Weet ja. waar hij thuis hoort. En daar zit ook een soort... Daar zit vrijheid in. Dat je snapt hoe de relaties zitten. En het lijkt wel eens... Als je nu... Ik werk al veel in het onderwijs, maar ook wel op andere plekken... ...kom je dat tegen dat we zo aan het doorpushen zijn naar dat zelf organiseren. Naar dat alles samen kan. dat er ja. geen leider nodig is. Dat... Dat leidt tot een soort stagnatie, maar ook tot irritatie, tot gedoe. Ja. Je hebt wel, vanuit die Maori zei dat duidelijkheid nodig over wie gaat wat doen wanneer. En er mag ook best wel richting zijn in zekere zin. Absoluut. Ja, ik geloof heel erg. Het is natuurlijk een lemniscaatbeweging, hè. Ja. zodra we ja, te veel dit... vastzitten in systemen. En in 50-20 reismanagers willen we weer vrijheid. En dan willen we weer, ja. weer meer gezag. Dus dat, dat gaat dat, denk ja. ik wel op en neer ook maatschappelijk. Maar ik ben heel erg met je eens. Ik vind dat lastig, want ik zit ook in de bubbel van nieuw organiseren en, en andere leiderschapstijlen. Geef zelf cursussen, diep democratie en, en hè, anders omgaan met, uh, met hiërarchie. En tegelijkertijd um, denk ik ook dat het heel onnatuurlijk is om tegen ons uh, tribale oerbrein, wat nu eenmaal hiërarchie leuk vindt en nou eenmaal uitgaat van apenrotsen, om daar tegenin te bewegen. Dus ik zeg vaak, zeg mensen, hè, we moeten in zwermen organiseren. En dan ja. zeg ik vaak, ja wacht even, we ja. zijn geen vogels. Nee. We zijn echt primaten. Ja. Dat is ja. echt hoe ons brein is gevormd. Ja. En we doen aan hiërarchie en aan paarvorming. Dat, dat zijn twee basisuitgangspunten van, van mensen. En als je stelselmatig probeert om dat weg te doen, omdat je dat ideologisch niet leuk vindt, dat kost heel veel energie omdat het informeel dan toch gebeurt. Dus je kunt een zelfsturend team maken en zeggen: Nou, niemand is de baas. Maar het is echt handiger om te zeggen: Ja, op donderdag is Agnes de baas. En op vrijdag sheet. Um, want anders gebeurt het toch. En is er is heel veel gedoe, wat heel veel energie kost. Ja. Dus dat wil niet zeggen omdat dat je ouderwets, tribaal, harkenstructuur nodig hebt. En dat je daar nooit van af kan wijken. Maar erkennen dat mensen nu eenmaal ook uh, tribaal en biologisch gevormd zijn, dat denk ik ja, heel belangrijk. Ja. En dat vond ik prachtig van Maarten van Buur, die zei, hey, je bent je eigen autonome zelf en je hebt je plek in het systeem. Ja. En ik denk dat we op dit moment soms um, ja, te puberaal ageren tegen je plek in het systeem. Ja. Nou. Ja, ik, dat, ik denk dat dat klopt. En, Zeker uh, ook in het onderwijs. In de politie, nou ja, alle gezagshebbende instituties. Ja, en ook de, naarmate de organisatie wel groter wordt, dat er allerlei mensen zijn die natuurlijk naar het werk van anderen kijken, daar ideeën over hebben, opvattingen over hebben, dat willen veranderen. Ja. En dat staat natuurlijk haaks op, die, op, die, op dat slim organiseren. Hè? Dat nieuwe ja. organisatie gaat wel als een soort klein maar fijn. Het en snel, maar er is wel een vorm van leiderschap. Want je hebt ook, want je hebt ook volgers nodig. Als er een leider is, wil je ook... Dat zijn er waarschijnlijk ook volgers? Absoluut. En die wil je, dat wil je wel duidelijk hebben met elkaar. Ja, en goed kunnen volgen vind ik echt een onderschatte eigenschap. Zeker, is dat is echt een, een fantastische eigenschap. Ja, Want we ja. willen allemaal leider en de baas zijn. Ja. Maar een hele goede, dat nou is het prachtige filmpje van The First Follower. Dus, ja. dus de, de ja. Dancing Guy. Ja. Waarin een man zou laten zien dat je een beweging maakt. niet door de leider, maar door de eerste die um, uh, gepassioneerd volgt. Ja. Ja. En, en ik denk dat we de volgerschap. Ontzettend uh, onderwaarderend onderwaarderen in samenleving. Ja, 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 We willen zeker. allemaal op dat voetstuk staan. Kijk.